Ik zit hier met wethouder Klaar Koenraad. Er is iets met een schone school in Roosendaal. Hoe zit dat? Niet één schone school, er zijn wel 22 schone scholen. En dat zijn ze bijna allemaal, dus daar ben ik heel blij mee. Want hoeveel scholen zijn er ongeveer? Ja, kleine 30. Dus, maar die krijgen we er ook nog wel bij. Dus straks dan doen we ze allemaal mee. En wat is precies het doel van het project Schone School in Roosendaal? Het doel is wel dat kinderen, leerlingen, dat die hun eigen omgeving opruimen. Rond de school en op het plein. Maar dat ze daarmee ook een beetje bewust worden van, goh, wat ligt er eigenlijk? En waarom doen we dat eigenlijk? En dat ze dat dan ook weer mee naar huis nemen. En dan ook weer voorbeeld gaan zijn thuis van afval scheiden en dingen opruimen, niets op straat gooien. Dus het is echt bewust worden. En een hele andere belangrijke vraag, denk ik, voor een wethouder. Wat kost dat eigenlijk allemaal, dat zwerfafval? Ja, als stel je voor dat onze inwoners en kinderen en volwassenen helemaal niks zouden doen. Ja, dan zouden wij gewoon met een ploegje met 10 ambtenaren zouden de hele dag door de stad gaan om dat allemaal op te ruimen. Nou ja, dat kost gewoon heel veel geld. Want die mensen moeten ook betaald worden, hè, want die hebben dan een baan. Het gaat wel over een miljoen euro, denk ik. Ja. En de volwassenen en de kinderen die het nu doen, die doen het ook nog hartstikke goed. Dus daar zijn we heel blij mee. Want je eigen omgeving wil je graag netjes houden. Dus die mensen zijn enorm gemotiveerd. En ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat ze dat doen. Laatste vraag. Wat zou u willen zeggen tegen de scholen die het certificaat hebben verdiend? Lieve kinderen, gefeliciteerd met jullie certificaat, Schone Scholen. Nu zijn het er 22 scholen in Roosendaal die dat certificaat hebben. En volgend jaar willen we alle scholen. En dan gaan we ervoor voor 100%. Ja, we gaan nu over naar Den Haag. Project Schone School. Over Nico op camera 1, actie. Ja, ja, Nico hier. Ja, ja. Wat? Ja, ik moet vandaag naar Roosendaal, ja. Voor de certificaten Schone School. Ja, ja. Met de minister. Ja, we hebben een probleem. Dan hebben we een probleem. Hoezo hebben we een probleem dan? De minister zit in quarantaine. Ja. In quarantaine? Dat meen je niet. Quarantaine. De minister in quarantaine. Meneer Proper. Jongen, jongen, jongen zeg. Nou, en nu? Jij kan de speech doen. Ja. Je kunt het proberen. Maar ik ben chauffeur, jij hè? Jij kan toch een speech proberen. Ik ben niet iemand van de speeches en zo, hè? Nee. Ja. Nee. Proberen. Ja, hoezo? Maar ik heb toch niks voorbereid? Backup speech zit in je borstzakje. Oh, er is een backup. Een backup speech. Die stop jullie altijd in mijn borstzakje. Speech zit in je borstzakje. Okay. Nou ja. Wat mot tot mot, hè? Scheelt wel een ritje Roosendaal. Dus, ga het even proberen. Ik ga het even proberen. Ik ga er ook wel even voor staan en zo. En ik maak er wel iets leuks van, hè? Op school. Wat zeg je? Niet vergeten. Niet vergeten de... Niet vergeten het dansje van juf Annie. Wat? De opschoon het... gymnastiek. Niet vergeten. Oh, de opschoon gymnastiek. Ja. Ja, dat heb ik vorig jaar ook gezien. Hartstikke lachen. Al die klassen aan het dansen. Hé, hey, ja, doe open en gooi weg. Hé, hey, ja, doe open en gooi weg. Ja, nee, ja, dat is leuk. Van de juffrouw Annie. Ja, 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 dat ga ik wel zeggen, joh. Dat ze dat even moeten doen. Dat is leuk om er een beetje in te komen. Maar goed, ik ga die speech even doen, ja? Volgens mij is die kort en krachtig, toch? Nou, doe je best. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Yo. Nou, ik heb de speech gevonden. Mijn borstzakkie. Ik ga hem even voorlezen. Ik ga er even voor staan, hoor. Stopdas hier recht. Oh. Dames en heren. Meisjes en jongens ook. Het ministerie van Schoon heeft besloten, na lang debatteren, het behandelen van amendementen,
bezwaarprocedures en debatten, dat vanaf heden, ook wel vanaf nu, opruimen wel leuk is. Zo. En nou lekker dansen met Giovanni. Doei! Ja, dus nogmaals, niet vergeten de spiertjes lekker los te maken met de opschoongymnastiek van juf Annie, voordat jullie gaan opruimen in de wijk. Jullie directeur weet ervan. Over.